Hoi, ik ben Diede, rolstoeltennisser van Team NL. Vandaag ontdek je met mij de sport tennis. Yeah. Kijk, dit is mijn Wimbledon trofee. Wimbledon is een van de 4 Grand Slams in het tennis. En het behalen van een Grand Slam is een van de grootste prestaties. Ik heb er ondertussen 7 gewonnen. Na al die moeilijke rekensommen ben je vast wel toe aan wat beweging. En juist in deze tijd is het belangrijk om fit te blijven. Na Skoola Fit met Team NL ben je fris en fruitig om weer aan je volgende schooltaak te beginnen. Maar eerst was ik mijn handen en beantwoord ik de vragen van het Olympisch Vragenvuur. Liever tennissen met een stuiterbal of liever tennissen met een pingpongbal? Ja, het is allebei moeilijk. Ik denk een stuiterbal. Liever verkeer of liever Engels? Als je veel naar het buitenland gaat en veel verre reizen maakt, dan is het heel erg handig om de Engelse taal goed te beheersen. Vandaar dus dat ik altijd voor Engels zou gaan. Naast mijn eigen sport beoefen ik ook nog. Naast tennissen doe ik ook nog veel aan fietsen. En fietsen is heel erg goed voor je conditie. En ook in deze tijd, omdat ik niet zoveel mag tennissen, is fietsen heel erg goed voor je. Wist je dat je de bal in het rolstoeltennis 2 keer mag laten stuiteren? Dat is de enige regel die verschilt van het reguliere tennis. We gaan zo beginnen met tennissen. Als je nou geen racket hebt, dan kun je misschien een spatel gebruiken of misschien wel een snijplank. En vergeet natuurlijk niet 2 paar sokken. Ja, ik doe deze oefeningen natuurlijk in de rolstoel. Maar jij doet ze gewoon staand. Of misschien als je dat leuk vindt ook op een stoel. Dan kunnen we het allemaal samen doen. We beginnen met het draaien van de armen. En daarna het draaien van de romp. Ik zeg start de tijd. We doen eerst 10 keer. Deze kant op. En dan vooruit. Ook weer 10 keer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gaan we naar het andere arm. 2, 3, 4, 5. Goed zo. 7, 8, 9. Andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed zo. En nu gaan we draaien van de romp. Heen en weer. Heen en weer. Zoals je ziet gaat mijn rolstoel heen en weer. Ja, jullie moeten natuurlijk gewoon proberen stil te blijven staan. Goed warm worden. Misschien wat sneller als je warmer wil worden. Oef. Ik draai er zelfs een rondje bij. Zo. Nou, ik ben warm. Ben jij dat ook? Neem een slokje water en dan gaan we met de tennissen beginnen. Je pakt je racket erbij. En dan gaan we beginnen met het maken van de voorhandslag en daarna van de backhandslag. Dit doen we achter elkaar 1 minuut lang. Ik zeg start de tijd. Zo, je gaat van achter naar voor. En je gaat zo de hele minuut lang met je arm zwaaien. En als je een iets zwaarder voorwerp hebt gepakt, zoals deze plank, dan is het de bedoeling dat je je arm goed gaat voelen. En we gaan nu naar de backhand. Dan begin je zo. En dan ga je zo naar buiten. En je blijft staan. Goed blijven kijken naar waar je de bal slaat. Dan gaan we ze nu om en om doen. Dus je slaat je backhand en je forehand. En je backhand en je forehand. En je backhand. En je voorhand. Heen en weer. Goed zo. Nog een paar seconden. Nou, dat was de eerste oefening. Voor deze tweede oefening gaat het vooral om bewegen. Ik doe deze oefeningen weer in de rolstoel. Maar jij kan je benen gebruiken. We gaan namelijk 2-3 stappen naar voren. En dan weer 2-3 stappen naar achter. En als je naar voren gaat, dan pak je weer je racket en dan ga je slaan.
Ik zeg, start de tijd. Naar voren. Slaan. En naar achter. En weer naar voren. Slaan. En naar achter. En naar voren. Slaan. En naar achter. En weer naar voren. Slaan. En naar achter. Je kan het natuurlijk altijd zwaarder maken voor jezelf. Om grotere stappen te maken. Of harder te stappen. Slaan. Naar achter. We zijn halverwege. Kom op. En naar achter. En naar voren. Slaan. En naar achter. En naar voren. Slaan. Naar achter. En naar voren. Slaan. Goed zo. Blijf doorgaan. We zijn bijna klaar. Nog één keer naar achter. En naar voren. Ja. Goed zo. We gaan nu oefening 3 beginnen. Maar hiervoor heb je de sokken nodig. Je vormt deze namelijk tot een balletje. En dan gebruik je wat folie of iets wat je kan vinden. Om de bal tot een mooi rondje te maken. Nu hebben we onze eigen tennisbal gecreëerd. Met onze zelfgemaakte ballen gaan we nu oefening 3 doen. We gaan hem namelijk 1 voor 1 omhoog gooien. Ik zeg, start de tijd. Zo. Oh. Je gooit de bal van de ene naar de andere hand. En vervolgens de lucht in. En we gaan hem straks wat moeilijker maken. Ah. En als dit een uitdaging is, dan mag je natuurlijk hiermee doorgaan. Voor nu gaan we 3 keer gooien en draaien. 3 keer gooien en draaien. 3 keer gooien en draaien. Goed zo. Gooien en draaien. Gooien en draaien. Gooien. Oh, oh nee. Ah. Gooien en draaien. En nog 1 keer. 1, 2, 3. Oeh. Als sporter wil je altijd het beste uit jezelf halen. En dat vraag ik nu ook van jullie. We gaan namelijk een challenge doen. Met je zelfgemaakte bal en je racket gaan we proberen zo vaak mogelijk de bal omhoog te houden. Ik zeg, start de tijd. Nog even. Goed naar de bal kijken. Ah. Nog even. Ah. Als sporter wil je jezelf altijd verbeteren. Wat heb jij het goed gedaan, zeg? We gaan nu bezig met de cooling down. Voor 45 seconden rekken en strekken we onze spieren, zodat ze weer helemaal ontspannen zijn. Start de tijd. We gaan eerst je arm goed naar achter brengen. En dan voel je hier, als het goed is, in je schouder wat rek. En dan je andere arm. Naar achter. En goed voelen dat er hier wat rek weer komt. Vervolgens gaan we schudden. Alles schudden. En jij natuurlijk ook. Je benen, je voeten en zelfs je tenen. Blijven schudden. Alles losmaken. En dan gaan we nu tot rust komen en nog even onze polsen
Zo, je vingers naar achteren trekken. En ook aan deze kant. En dan ben je weer helemaal klaar. En helemaal ontspannen als het goed is. Voor de dag. Ik wel in ieder geval. Superleuk dat wij samen tennis hebben ontdekt. Ik vind het altijd heel erg fijn om aangemoedigd te worden tijdens mijn wedstrijd. En daarom moedig ik jou nu aan om je stinkende best te doen en lief te zijn voor iedereen in je omgeving. Want winnen doe je samen. Morgen ontmoet jij weer een nieuwe TeamNL'er in een nieuwe video van School & Fit met TeamNL Kids. En natuurlijk beoefen je dan ook weer een andere sport. Fijne dag en veel plezier natuurlijk!